Ben je soms bang of alleen, of zit je er echt doorheen? Al is er niemand die jou ziet, en ik zie jou wel. Heb je nu pijn of verdriet, of wil je iets maar lukt het niet? Al stort je wereld in elkaar, ik hou jou vast als je je ogen sluit en hem vertelt wat je bezighoudt. Weet dan dat hij zegt, ja, ik zal voor je zorgen, nu, hier, vandaag en morgen. Ja, ik ben met je, dus jij bent niet meer alleen. Mij kun je echt vertrouwen, dat mag je nu onthouden. Ja, ik ben bij jou en ik laat je nooit alleen. Gaat het op school niet zo goed? Weet je niet meer hoe het moet? Al luistert niemand naar jou, en ik luister wel. Zie je paniek op de tv? Of is het thuis niet meer zo'n feest? Al vraag je, komt het nog goed? Ik maak het goed. En als je je ogen sluit en hem vertelt wat je bezighoudt, weet dan dat hij zegt, ja, ik zal voor je zorgen, nu, hier, vandaag en morgen. Ja, ik ben met je, dus jij bent niet meer alleen. Mij kun je echt vertrouwen, dat mag je nu onthouden. Ja, ik ben bij jou en ik laat je nooit alleen. Ik weet hoe het voelt en wat je dan bedoelt. Soms zit alles tegen en lijkt niets meer de zegen. Maar denk vooruit, strek je hand naar me uit. Samen zijn we sterk en we komen er weer uit. Hoe je je ook voelt, ik ben jou niet vergeten. Ik hou van jou, dat mag je zeker weten. Bekijk het positief, dus waar je ook gaat, ik ben degene die altijd achter je staat. Ja, ik zal voor je zorgen, nu, hier, vandaag en morgen. Ja, ik ben bij je, dus je bent niet meer alleen. Mij kun je echt vertrouwen, dat mag je nu onthouden. Ja, ik ben met je, dus je bent niet meer alleen. Ja, ik zal voor je zorgen, nu, hier, vandaag en morgen. Ja, ik ben met je, dus jij bent niet meer alleen. Mij kun je echt vertrouwen, dat mag je nu onthouden. Ja, ik ben bij jou en ik laat jou nooit alleen. Reken maar op mij, reken maar op mij. Meisjes, we zijn er weer met een nieuw filmpje van NTG Kids. Leuk dat jullie er ook weer bij zijn. We gaan er iets speciaals van maken. Extra speciaal zelfs, want het is Pinksteren. Yay, weer een feestdag. De vorige keer dat jullie mij zagen, hadden we ook al iets te vieren. Het was toen namelijk Hemelvaartsdag. En weten jullie toevallig nog waar dat om ging? Vast wel, toch? Juist. Jezus taak hier op aarde zat erop, dus hij ging weer terug naar de hemel. Maar hij liet ons niet alleen. Hij stuurde de Heilige Geest naar de aarde om in ons te wonen en om ons te helpen. Nou, over die Heilige Geest draait het vandaag helemaal.
Maar voordat ik aan het verhaal ga beginnen, zal ik eerst zorgen voor wat extra duidelijkheid. Want ik hoor jullie al een beetje denken, ik hoor over God, ik hoor over Jezus en nu hoor ik ook nog over de Heilige Geest. Hoe zit dat nou precies? Nou, ik ga mijn best doen om dat jullie zo goed mogelijk uit te leggen. We horen inderdaad over drie personen. En niet zomaar personen, maar hele bijzondere personen. Met een hoofdletter. En aan de ene kant zijn ze verschillend. Maar aan de andere kant zijn ze samen één. En daarom noemen we hen ook de drie eenheid. Samen vormen zij de enige God. God de Vader, God de Zoon, ofwel Jezus, en God de Heilige Geest. En dat klinkt misschien een beetje gek en ingewikkeld, maar zoiets komt vaker voor. Bijvoorbeeld met kleuren. Als je de kleuren blauw, rood en geel samenvoegt, dan krijg je ook één kleur en dat is wit. Nou, zo zou je dat ook een beetje moeten zien met God. Dan is God bijvoorbeeld de kleur blauw, Jezus is de kleur rood en de Heilige Geest is de kleur geel. En samen vormen zij één kleur en dat is wit. Nou, jullie weten vast al een heleboel over God de Zoon, Jezus. Jezus die heeft natuurlijk ooit op aarde geleefd. En daar lezen we alles over in de Bijbel. En Jezus liet ons God zien. Nou, hoe deed hij dat dan? Gewoon door hoe Jezus is en wie Jezus is. We lezen in de Bijbel over wat Jezus allemaal deed hier op aarde. Hij maakte zieke mensen weer beter. Hij gaf mensen die in hopeloze situaties waren, die gaf hij weer nieuwe hoop. Hij redde de mensen. En daarin kunnen we eigenlijk zien dat God heel veel van ons houdt. Anders had hij zijn zoon niet naar de aarde gestuurd om voor ons te sterven. Dat is nog het belangrijkste voorbeeld waaraan we kunnen zien dat God zoveel van de mensen houdt. Dus daarin, in het feit dat Jezus naar de aarde is gekomen, daarin zien we Gods liefde. En ook door al die wonderen waar ik het net over had, die Jezus deed, daarin kunnen we weer zien dat God alles kan. Dat bij God niets onmogelijk is. En wat we ook kunnen zien is dat Jezus is dus naar de aarde gekomen om mens te worden. En hij heeft alles meegemaakt wat wij ook kunnen meemaken. En daardoor weten wij dat God ons als geen ander begrijpt. Hij begrijpt ons heel goed. Zo zien we God de Vader door God de Zoon heen. En dat staat ook in de Bijbel. Als je God de Zoon kent, dan ken je de Vader ook. Nou, van de Heilige Geest weten jullie inmiddels ook al aardig wat. He, dat hij in de plaats van Jezus naar de aarde is gekomen. En daar waar Jezus als mens op aarde telkens op één plek tegelijkertijd kon zijn, daar kan de Heilige Geest eigenlijk overal tegelijkertijd zijn. Nou, hoe dan? Dat horen jullie zo. We gaan beginnen met het verhaal. Dan gaan we natuurlijk weer even voor terug naar de tijd van de Bijbel. Het is feest in de stad. Toen nog niet vanwege Pinksteren. Want na deze bijzondere dag werd de feestdag Pinksteren pas in het leven geroepen. Dat bestond toen nog niet. Dus om welk feest ging het toen? Luister maar. Mensen uit allerlei landen hadden een lange reis afgelegd om in Jeruzalem het speciale oogstfeest te vieren. De straten zijn vol met mensen. Iedereen behalve de leerlingen van Jezus en zijn moeder Maria. Zij bleven liever binnen. De mensen waren al geen fan van de volgelingen van Jezus. Dus ze kunnen zich maar beter niet laten zien op zo'n drukke dag. En ze wachten nu al 10 dagen op de beloofde Heilige Geest. Zou het dan vandaag zover zijn? Plotseling begint het hard te waaien. Gewoon in huis, alsof alle ramen openstaan. Het waait heel hard. En dat niet alleen, er komt ook vuur. Ze voelen het van binnen. Geen naar gevoel. Maar eigenlijk wel fijn en warm. En ook op de hoofden van hen allemaal is een vlammetje te zien. Verbaasd kijken ze elkaar aan. Maar, dat kan nog verbaasder,
Want ineens beginnen ze ook nog allemaal door elkaar heen te praten. In talen die zij zelf niet kennen. Nou, kun je je voorstellen hoe verbaasd ze keken? Dat alles bij elkaar begint buiten ook op te vallen. De mensen blijven rond het huis stilstaan en zeggen tegen elkaar dat de mensen daarbinnen vast dronken moeten zijn. Iets anders kunnen ze niet bedenken. Inmiddels hebben de leerlingen van Jezus door dat dit door de Heilige Geest moet komen. Ze hadden het tot nu toe heel spannend gevonden om naar buiten te gaan, maar nu voelen ze zo'n bijzondere kracht in zich dat ze erom staan te springen om naar buiten te gaan. Ze durven alles. Dus ze gaan de straat op en beginnen alle mensen te vertellen over de wonderen van God en hun vriend Jezus. Ook al zijn er mensen uit allerlei landen, iedereen verstaat hen. Wat een wonder, hè? Een van de leerlingen, Petrus, neemt het woord en vertelt dat dit alles al voorspeld is in de, zoals ze dat toen noemden, de geschriften. Dat is de Bijbel tot op dat moment. En heel veel mensen worden er enthousiast van en willen ook volgelingen van Jezus worden. Wat een feest! Nou jongens en meisjes, alleen op die dag al kwamen 3000 volgelingen erbij. En daar bleef het niet bij. Want die wind die zij in het huis voelden, dat was de adem van de Heilige Geest die de volgelingen kracht gaf om alle mensen over Jezus te vertellen. En het vuur dat zij zagen en voelden, dat zorgde ervoor dat zij in vuur en vlam stonden. Niet echt natuurlijk, maar dat betekent dat ze zo enthousiast waren dat ze niet stil konden blijven zitten. En gelukkig maar, want doordat zij inderdaad naar buiten gingen en over Jezus vertelden, ontstond zo de allereerste kerk. En steeds meer mensen werden aangestoken door dat vuur van de Heilige Geest. Ook al die mensen uit andere landen. En teruggekeerd in hun eigen land, staken zij ook anderen weer aan met dat vuur. Nou, en dat vuur is nooit gedoofd. Het begon met 12 volgelingen van Jezus. Daarna 3000 op de eerste Pinksterdag. En nu? Hebben jullie een idee hoeveel volgelingen van Jezus er nu zijn? Wel 2 miljard. Nou, het is duidelijk. De volgelingen van Jezus hebben niet stilgezeten. En de Heilige Geest is nog steeds actief. In de mensen die in hem geloven en door hen heen. Nou, hoe merk je dat de Heilige Geest jouw helper is en hoe hij dat wil zijn? Nou, als je hart bijvoorbeeld op slot zit, of als je boos bent en niet naar God wilt luisteren, dan wil de Heilige Geest je helpen om je hart weer open te doen. Of als je in de Bijbel leest en je begrijpt het niet zo goed, dan wil de Heilige Geest je helpen om het te begrijpen. Als je ongeduldig bent of verdrietig of je bent boos op iemand, dan kun je de Heilige Geest om hulp roepen. En hij wil je dan helpen om geduldig te zijn, blij en vol liefde. Ook in hele lastige situaties. En als je misschien minder over jezelf denkt, als je niet meer zeker weet dat God echt jouw hemelse Vader wil zijn, dan wil de Heilige Geest het je weer laten weten, maar ook laten voelen. Je hoort hem dan misschien niet echt, maar diep van binnen voel je, ik ben een kind van God en God houdt van mij. En als je het misschien spannend vindt om mensen over Jezus te vertellen, denk dan terug aan wat je nu geleerd hebt. Hij heeft je niet alleen gelaten. De Heilige Geest is altijd bij jou om jou te helpen. En 2 miljard christenen is natuurlijk hartstikke veel. Maar bedenk, er zijn nu zo'n 7,7 miljard mensen op aarde. En 3 miljard van die mensen, die hebben nog niet het goede nieuws van Jezus gehoord. Dus er is nog een hoop werk aan de winkel. Zullen we samen ook deel uitmaken van dat lopende vuurtje, aangestoken door de Heilige Geest? Nou, ik ben er in ieder geval helemaal enthousiast van geworden, weer helemaal opnieuw. En ik hoop jullie ook. Dan heb ik natuurlijk nog een Bijbeltekst van de week. En dat staat in Johannes 14, vers 26.
Maar de Vader zal de Helper sturen. Dat is de Heilige Geest, die jullie in mijn naam alles zal leren en jullie steeds weer zal herinneren aan wat ik gezegd heb. Nou, daar gaan we samen voor bidden. Sluit je oogjes maar en vouw je handjes. Lieve Vader in de hemel, lieve God de Zoon en lieve Heilige Geest, we danken u dat we vandaag misschien opnieuw, misschien voor de eerste keer, hebben mogen horen wie u echt bent en wie u voor ons wilt zijn. En Heer, we danken u dat u de Heilige Geest naar de aarde heeft gestuurd en dat we dit op deze bijzondere dag extra mogen vieren. Dat we nooit alleen zijn. Dat de Heilige Geest onze helper wil zijn waar we hem ook nodig hebben, waar we hem ook voor nodig hebben. Hij is er altijd. Heer, en ik bid zo dat we niet alleen de kindjes, maar ook de papa's en mama's of misschien wel andere grote mensen die meeluisteren. Heer, dat we allemaal steeds meer zullen voelen dat de Heilige Geest met ons is. Dat we steeds meer zullen voelen dat Hij ons wil helpen. En dat we hem ook steeds meer om hulp zullen roepen als we hem nodig hebben. Zodat de Heilige Geest door ons heen kan werken. En zodat wij andere mensen ook aan mogen steken met dat vlammetje. En dat we uw licht mogen schijnen daar waar we ook gaan. Heer, ik bid op deze Pinksterdag dat we allemaal extra enthousiast zijn geworden over uw Heilige Geest. En dat we er nog nieuwsgieriger naar zijn geworden. De komende weken zullen we ook meer over de Heilige Geest horen en over wat Hij wil doen in ons. Heer, en ik bid zo dat we daar nu al enthousiast over mogen worden en ernaar uit mogen kijken. Dat bid ik in uw naam, in Jezus' naam. Amen. Hallo jongens en meisjes, leuk dat jullie er weer zijn. Ik heb weer een werkje voor jullie uitgezocht. Een kleurplaat eigenlijk. En dat is Ontvang de Heilige Geest, de vrucht van het vuur van de Heilige Geest. Dit is een kleurplaat. Maar het is natuurlijk een werkje. En dat is deze. Dat is de basisplaat. Dat zien we maar een halve duif eigenlijk. Die hebben we hier. En dit is het vlammetje. Hier moet je weer kleuren en dan weer plakken. Juf Margie heeft het al voorbereid, is gekleurd. En dan zie je hier op deze duif zie je een stukje foam, dubbelzijdig foam. Maar dat is geen probleem als je dat niet in huis hebt. Gewoon een beetje lijm daarop en dan kun je daar dan de duif op plakken. Gaan we dan doen. Gaan we dit stukje even eraf, velletje. En dan doe je het gewoon precies op de duif. Dan heb je zo een beetje een 2D effect, zie je dat? Maar die pootjes, dat is natuurlijk ook nog fijn. Daar hebben we een touwtje voor. Want dat vlammetje, weet je nog, die is gekleurd. En daar moeten we dat touwtje tussen plakken. Even plakken. En dan doe je dat gewoon in het midden. Kijk. Dan vouw je hem dubbel. En dan heb je een vlammetje. Het einde van het vlammetje, die plak je onder de pootjes van de duif. Die hoef je niet helemaal zo uit te knippen. Je ziet op het tekening een lijntje. Dat mag je gewoon even langs knippen. Dat is veel makkelijker. Daar doe je dus ook een beetje lijm op. Dat touwtje. De Heilige Geest met het vuur die het aan jullie geeft. Dan vind ik het altijd veel leuker om dat op een gekleurd papiertje te doen, want dan zie je dat gewoon veel mooier. Dus dat plakken we ook weer. Ik laat jullie altijd heel veel lijm, hè? Want het is om te leren dat jullie niet zoveel lijm gebruiken. Nou, dan heb je toch een heel leuk knutselwerkje. Wow. Nou, succes hoor jongens. Tot de volgende keer. Yes, hartstikke leuk. Veel plezier inderdaad. Maar
jullie hebben nog een spelletje voor mij te goed. Wat je nodig hebt zijn twee liedjes. Je moet het wel samen met iemand doen. Dus twee liedjes voor iedereen. En wel een licht balletje. Dus bijvoorbeeld een pingpongballetje. Wat we gaan doen, dat is een blaasrace. Dus ik ga even staan. En ik vraag juf Martin om naast mij te komen staan. Aan die kant. Aan de buitenkant? Ja. Leg het balletje voor je neer. Recht naast elkaar, hè, niet bal spelen. Dan geef ik u een liedje. Wat we gaan doen, is dat we gewoon heel hard gaan blazen. En wie het snelste aan de overkant heeft, die heeft gewonnen. 3, 2, 1. Ja, dat wordt niet gewonnen! Nou, wat is nou het idee erachter? Het liedje, ik had het net over de adem van de Heilige Geest. Die in het midden van de leerlingen blies. Nou, wij blazen ook. Adem in ieder geval. En zo door de adem van de Heilige Geest worden we de wereld ingestuurd om te vertellen over Jezus. Dat is een beetje het idee erachter. Leuk hè? Nou, veel plezier ermee en tot volgende week. Doei! By the Spirit of the Lord.